Het is 1939 en Bas Leenheer woont in het huis Den Bolder aan de Dorpstraat Oost. Hij is tuinder in het gebied dat nu de woonwijk Buitennoord is in Barendrecht. En besluit om de werkzaamheden in zijn bedrijf te filmen. Deze grote pollen die hier in houten kas ingebracht worden, zijn waarschijnlijk rabarberkluiten. Rabarber werd op de koude grond geteeld, maar werd soms in de herfst gerooid en in de kas gezet voor een vroege oogst met hogere prijzen. Het is inmiddels winter, dus spruitentijd. Een belangrijk gewas in Barendrecht. De pluk was toen nog handwerk en het moet ijzig koud zijn geweest. De ranken in de druivenkas worden bespoten. Het zal wel goed voor de oogst geweest zijn, maar hoe zit dat met de gezondheid van de spuiters? Waren er toen al beschermingsmiddelen? Het is voorjaar. De fruitbomen bij het huis Den Bolder staan in bloei. Onkruidwieden tussen de aardbeien. Aan de enorme oppervlakte is te zien dat aardbeienteelt in Barendrecht heel belangrijk was. De koude grondrabarber wordt geoogst en de hele familie is hiervoor in de weer. Op de achtergrond zien we de eerste woningen langs de tweede Barendrechtse weg. En zo gaat de rabarber naar de Barendrechtse veiling. De aardbeien zijn rijp. En de hulptroepen zijn ingeschakeld voor de pluk. De aardbeien werden in die tijd verpakt in mandjes, zogenaamde trips, die gemaakt waren van dunne, in elkaar gevlochten houtspanen. Een product dat per schip via de Oude Maas vanuit Duitsland ingevoerd werd. Een groot deel van de aardbeienoogst werd in Barendrecht in de vorm van pulp in grote vaten verpakt voor de conservenindustrie. Daarmee waren in Barendrecht enkele bedrijfjes actief. Bas Leenheer teelde een grote variatie in gewassen, zodat er vrijwel het hele jaar geoogst kon worden
zoals deze perziken in de kas. Net als de druiven was dat een luxe product dat toen nog kon concurreren tegen de import uit warmere landen.